Lieverd, onze relatie begon even lastig, maar wel op een mooie en fijne manier. Hoe mooi is het dat een vriendschap uitgroeit naar een relatie, ja, en zelfs naar een huwelijk. Dat hebben wij veel gepraat, gezocht naar antwoorden, gebeden onderweg, hoe die dan ook moest zijn. Steeds dichter kwamen we bij elkaar, onze L werd steeds groter. Al had ik af en toe zoveel twijfels of het echt zo goed zou komen. Maar keer op keer zei je dat het echt goed kwam en je had gelijk. Hoe zijn jullie nou eigenlijk bij elkaar gekomen? In 2020 zou je met Koers op reis gaan naar Portugal. Maar corona zette een streep door dat al. Met een klein groepje ontstond wat meer contact. Onder andere met twee op Heusdenaren. Wie had dat gedacht? Die twee gingen samen met Ilse en jij kamperen in een tentje in een Zeeuwse wei. Ik voel me veilig bij jou vanaf het begin. Al was het begin best een beetje creepy toen je uit die bosjes naar voren kwam gestapt. En ik ook nog eens een vreselijke autorit mee moest maken met jou. Naast jou, met 100 km per uur over landwegjes. Tenminste, zo voelde het. Hey, moet je voor het verhaal zijn? Niet zo mooi. Ah, lieverd. En toch, ondanks dat ik je nog maar 2 uur kende, voelde het alsof we een pasgetrouwd stel waren. Waarom? Ik denk dat we daar nooit achter komen. Maar het klikte. Het voelde vertrouwd en we waren een team. We zijn een team. Want met jou weet ik dat ik nooit iets alleen hoef te doorstaan. Omdat je altijd bij me bent. Tijdens een klantbezoek waar hij materialen moest brengen, nam hij Elise mee en wilde haar vragen zijn vriendin te zijn. En zei toen tegen Elise, zullen we het dan nu maar officieel maken? Want voor beiden was het inmiddels duidelijk dat ze meer voor elkaar voelden. Jacob trok het kastje open in de auto en gaf haar een knuffelbeertje, waar ze nog steeds dol op is en waar ze elke nacht mee slaapt. Ik wel. Ik wilde een man die God op mijn weg bracht. Waar ik liefde van zou krijgen en liefde aan zou kunnen geven. Iemand bij wie ik kwetsbaar kon zijn, maar ook grappig, spontaan en soms een beetje eigenwijs. Iemand die zelfs het meest verliefd naar mij kijkt als ik net uit mijn bed stap. Iemand die zegt, please, om mij even af te remmen en energie te sparen. Iemand met wie ik kan kletsen, praten en zingen. Ik geniet altijd van jouw lach. Helemaal als je er de slappe lach van krijgt. Heerlijk. En wat dacht je van je zachte G-pogingen? Ooit kan je dat goed. Heel goed. Echt, ik kan zoveel gouden momenten opnoemen. En dat is ook waarom ik hier sta. Ik wil voor altijd met jou verder. Waarom? Omdat jij het bent. Lieve Jacques, ik voel me gelukkig en trots om hier vandaag met jou te staan. Op deze plek waar we al veel vaker hebben gestaan, maar nog nooit op deze manier. Welkom Jacob en Elise in deze prachtige landschapstuin. Ook wil ik Jan-Willem Verwoerd en Ilse Bakker welkom heten, die beide een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan van de relatie tussen Jacob en Elise. Jan, Jacobus van Leeuwen,
Wat is hierop uw antwoord? Ja. Nee. Elisabeth van het Hof, wat is hierop uw antwoord? Ja. De snoer wordt niet haast verbroken. Met hem voorop en jou naast mij beloof ik steeds om de volgende stap te durven doen, zelfs als het donker is. Liefs, je dromedaris, je Esther.